En ik ga jullie even laten zien hoe die van mij eruit gaat zien. Dus ja, ongeacht het oxo-clear toilet, ja of nee, het bestralen moet toch. Dus die huid zal herstellen. En sorry. Ja, zal ik iets pakken? Het verhoogt de kans dat er nieuwe tumoren kunnen ontstaan. Niet janken! Nee, toch! 3, 2, 1! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatties! Welkom bij weer een nieuwe video! Nou, naar aanleiding van de vorige vlog over goede voeding om de kankerbestrijding te stimuleren. Oh, dat klinkt net alsof er een team is van kankerbestrijding. Ga ik lekker een yoghurtje maken. En ik ga jullie even laten zien hoe die van mij eruit gaat zien. Een heerlijk goed vullend yoghurtje. En nu ga ik lekker over naar ontspanning. Ik denk dat ik even van een van die geluidsbestanden ook ga aanzetten. En dan hoop ik in die hele diepe ontspanning te raken, zodat mijn lichaam lekker alle slechte cellen in mijn lijf kunnen gaan aanvallen. Goedemorgen, oudjaarsdag. We gaan weer een hoop doen vandaag. We gaan nog even naar het ziekenhuis. Mijn moeder die komt en we gaan naar tante Jen. We gaan koken. We gaan een hoop lekkere dingen smaken. En mijn schoenen zijn binnen. Ik heb schoenen gekocht en ik ben er heel erg blij mee. Deze heeft, ik had een hele andere kleurrijke, maar deze heeft René uitgekozen. En ik ben er heel erg blij mee. Die zitten heel erg lekker. Dat zijn trouwens Lacoste. Deze zijn Vans. Ik hou wel van een hoog schoentje, vind ik fijn. En deze zijn allemaal super zacht van binnen. Ik moet ze alleen nog inspuiten eigenlijk. Het is een beetje okergeel. Eigenlijk kaki. Hier zwart met geel. En kikvetertje. Ook Vans. En gewoon witte sneakers van Cruyff. Super blij mee, want dan loop ik al een tijdje tegenaan te hikken. En dan stel ik het elke keer uit. Waarom weet ik eigenlijk niet. En nu dacht ik, nu ga ik het doen. Even aanvullen op die handel. Dan kan ik weer een paar oude weggooien. Ja, dus nu eventjes klaarmaken. En dan gaan we eerst naar het ziekenhuis. En dan nog even wat boodschappen doen. Het waait een beetje. Maar had je al verteld dat we onderweg zijn? Ja, okay. volgende stap in ons verhaal. Radioloog. Voor het busstralen. Maar dan krijg je puntjes. Ja, waarschijnlijk maandag, maar ik wil dat nog even bespreken, want anders kan ik waarschijnlijk niet meer opvullen voor de tijd. Oh ja, ik ga maar even vragen. Even. Heeft de chirurg nu goed uitgelegd wat er nog gevonden was? Ja, nou, ik ga het even... In dat weefselonderzoek? Ja, ik ga het even vertellen, dan kan hij mij vertellen of ik het goed zeg. Ik heb begrepen dat er nog 10-50% gevonden was aan tumorweefsel. Ja. De afstand was hetzelfde gebleven, dus ongeveer 9 centimeter. Ja. Dus het is niet dat de tumor gezamenlijk 9 centimeter is, maar de afstand is 9 centimeter. Ja, vaak valt het uiteen. Ja. En dan is het nog een traject wat dan 9 centimeter is, maar dan zijn die onderdeeltjes kleiner, laat maar zeggen. Ja, precies. Maar bij elkaar is ja, het, kijk, ik had natuurlijk al 10 van die dingen, van die vlekken. En ik kan me zo voorstellen dat gelijk blijft, alleen dat ze kleiner worden. Dus dat die afstand gelijk blijft, denk ik. Ja, dus dat klopt, 9 centimeter. Ja, en ze hadden wat in mijn schildwachtklier gevonden. Ja. En vanuit daar is dus de keuze gebleken van gaan we een oxo-clear toilet doen of gaan we bestralen. Ja. En zelfs de chirurg, die volgens mij normaal van snijden houdt, die had zoiets, ik heb hier toch een lichte voorkeur voor bestralen. Ja, ja. Ja, en dat komt ook omdat, kijk, gezien de leeftijd en de grootte van de afwijking, is er sowieso een indicatie voor bestralen. Ja. Dus dat moet sowieso. Dus ongeacht het oxo-clear toilet, ja of nee,
Het bestralen moet toch. Ja, precies. En of je nou een oxo-clear toilet doet of bestralen, dat maakt voor de uitkomst, voor later, maakt dat niet uit. Nee, dat begreep ik. En als je toch moet bestralen, ja, waarom zou je dan iemand nog een opnieuw weer een operatie aandoen, ja, als je toch allemaal in één keer mee kan nemen. En waarschijnlijk ook de kans voor een ontheemarm en precies, ellende, dat is een stuk minder met bestralen dan als je al die lymfeklieren wegneemt. Ja. Dus dat scheelt wel. Ja. En het was qua agressiviteit was het een graad 2. En dat zit dus, je hebt graad 1 tot graad 3. Ja. Dus het zit er een beetje tussenin. Was dat voorheen ook al of was die wel gezakt? Even kijken. Nee, hij was ook een graad 2 op het biopt. Ja. Toen in juni. Ja. En nu is het dus nog steeds een graad 2 hormoongevoelig. Dat was hij natuurlijk toen ook. Ja. En inderdaad, dus ja, er komt één uitzaaiing uit die klier. Ja. Uit die lymfeklier. Ja. Dus alles bij elkaar gaan we, laat maar zeggen, de borstkaswand bestralen. Dus waar de borst hier zat. Dus echt, ja, echt waar de tissue expander zit. Ja. Dat gaan we bestralen. Ja. Maar we nemen dus ook de gehele oksel mee. Ja. En we nemen het volgende klierstation mee. Ja. Na die oksel. En dat zijn de klierstations rondom het sleutelbeen. Okay. Dus het wordt een groot bestralingsgebied, wat we in 15 bestralingen kunnen doen. Okay. Ongeveer 7 of 8 van de eerste 7 tot 8 bestralingen leggen we ook even iets op die huid van die borstkas. En dat doen we omdat dat weefsel daar is natuurlijk weggehaald. En daardoor is de opbouw, dat is een beetje fysisch, dat is echt natuurkundig, die komt in die huid te liggen, terwijl we het wat meer naar de oppervlakte willen hebben, omdat het nu gewoon wat dunner is. Er is weefsel weg. Precies. Ja, er is nu, het is nu natuurlijk niet zo relatief dik meer. Nee, snap ik. Nu is het zo, kijk, er zijn natuurlijk 2 tissue expanders geplaatst, hè, ja, die iedere week worden gevuld. Ja. Op het moment dat we gaan starten met de voorbereidingen voor het bestralen, dan mogen die expanders niet meer worden gevuld. Nee, want dat verandert precies. Ja. Dan verandert natuurlijk de situatie weer. Ja. En gisteren heb ik even de plastische chirurg gesproken. En die zei dat ze waarschijnlijk nog 4 of 5 keer gaan vullen. Ja. En dan zijn de expanders gewoon goed gevuld. Ja. Alleen nu is een beetje de vraag. We zouden op zich kunnen wachten met het bestralen over een maand. En dan de voorbereidingen doen. Mm-hmm. Maar wat we ook kunnen doen is misschien, maar dan moet ik even met Houtsma overleggen, met de internist. En die is dus deze week vrij. Mm-hmm. Dan zie je maandag weer. Of we misschien eerst die chemotherapie moeten doen. En dan daarna bestralen. Oké. Okay. Dus, want dan geef je die expanders ruim de tijd. Dan kunnen ze in alle rust gevuld worden. Dan hoeft dat ook allemaal niet snel. En dan kan dat weefsel ook daar rustig aan wennen, laat maar zeggen. Ja, want ik dacht dus ook van, het is volgens mij niet, want ze zeiden, in het begin hadden we het er ook even over van, ja, we gaan zoveel mogelijk vullen, dan bestralen en daarna gaan we weer vullen als het niet voldoende is. Maar toen dacht ik, ja, maar ja, de huid wordt strakker, ja, volgens maar mij. Maar op zich, dat de huid strakker wordt, dat is niet wat direct na het bestralen is. Oh, oké. Okay. Dus dat is echt pas na lange termijn. Dus dan heb ik echt meer over een jaar, anderhalf jaar, dan wordt het, of dan kan je het merken dat het strakker wordt. Ja. Maar dat moeten we ook natuurlijk zoveel mogelijk tegengaan door het gewoon goed te masseren, goed in te smeren. Misschien bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ook voor die oksel, om dat lekker goed soepel te houden. Ja. Want dat kan dat gaat die verlittekening tegen. Ja. Maar goed, ik zit dus nog een beetje met de volgorde wat we nou het beste kunnen gaan doen. Ja. Maar hij is er dus nu niet. Nee. Dus maandag heb ik even contact met hem. Ja. En dan laat ik het even weten. Kijk, wat we het liefst willen is dat we binnen 8 weken na de operatie starten met het echte bestralen. Ja. Dus er zit natuurlijk een klein stukje aan voorbereiding wel in. Ja. En 7 december was die operatie. Dus we zitten nu op 3 weken. Dus we hebben nog wel eventjes. Ja. Dus stel dat we nu nog 4 weken wachten. Ja. En dat we dan in 1 week alles gaan doen, ja, dat vind ik ook prima om het op die manier te doen. Dat is die 8 weken, dat is een risicomarge? Nee, ja, dat is eigenlijk meer een richtlijn. Mm-hmm. Kijk, er zijn ook studies gedaan waarin ze langer hebben gewacht en daar waren eigenlijk de uitkomsten prima bij. Alleen ze hebben gewoon besloten, nou laten we nou binnen 8 weken na de operatie starten. Ja. Maar soms is het zo dat een wond niet genezen is.
Ja. En op het moment dat het 8 weken daarna nog open is, ja, dan gaan we echt niet beginnen met bestralen, nee, omdat de richtlijn het zegt. Ja. Dus er zit wel wat speling in. Snap ik. Ja, want ze weten nu natuurlijk niet, want ze hebben alleen maar die schildwachtkleren uitgehaald. Ja. En ze weten niet of er ook nog uitzaaiingen in die andere kleren zit. Nee, daarom. Ja. Daarom. En, het is ook wel prettig met die, dat je niet die 90 graden voorbij mag. Dat ja. Het stralen wat later is. Ja, precies. Kijk, als het... Als ja, want wat is daarover afgesproken dan? Nou, ze hebben me eigenlijk gezegd dat ik de eerste 6 weken of zo... Ja? Eigenlijk niet voorbij de 90 graden mag met mijn armen. Oké, okay, en hoe hoog kan... Ja, dat heeft met die expander te maken, ja, denk ik. En ja. Hoe hoog kan de arm nu? Nou, ik kan makkelijk... Ik kan zelfs wat hoger en ik kan... Ik heb okay, meer als dus dat ik kan. Dit doe, dan voel ik hem hier trekken. Ja, ja, oké. Okay. Dus als ik hem nu verder naar de zijkant zou doen... Ja. Dan voel ik het. Ja, dus ik denk dat we sowieso die CT van maandag zeggen we af. Mm-hmm. En maandag overleggen we eerst even met Houtsma over wat eerst te doen. En als we wel besluiten om eerst de bestraling te doen, dan doen we die voorbereidingen, laat maar zeggen, over 4 weken. Ja, precies. Want zou je ook kunnen zeggen van deel chemo, dan bestralen en dan weer door met de chemo? Volgens mij doen ze dan wel alle kuren. Volgens mij zijn het 6 kuren die dan nog volgen. Maar goed, daar volgt maandag dan alle info over, want daar weet ik te weinig van. En hij zei, de chemopillen duurt 1,5 jaar. Ja, precies. Maar in ieder geval, dat we 15 keer gaan bestralen, dat staat vast. Oké. En dat zijn dus 5 dagen in de week. Ja. Met dus die voorbereiding met die CT-scan. Een paar tatoeagepuntjes. Ja. En dan met behulp van die laser uit de muur wordt dan telkens de goede positie gezocht. En als we dan die voorbereiding hebben gedaan, dan gewoon weer naar huis en dan 1,5 week later ongeveer week starten. Ja. Het bestralen zelf doet dus geen pijn, maar na verloop van tijd kan het dus roder worden, dat gebied hè, wat we bestralen. Het kan een beetje droger gaan worden, wat schilferen, dus echt dat zonverbranden. Ja. En het vervellen, wat we normaal gesproken hebben. Ja. Maar wat prettig is, is cetomacrogol en calendula. Of ja. Calendula, ik weet niet of ik dat toen verteld, of die folder meegegeven. Geef nog maar een keer mee. Volgens mij heb ik die cetomacrogol, heb ik die volgens mij van Mariska. Voor mijn gezicht had ik dit toen. Maar ik zou denk ik voor tijdens het bestralen, zou ik denk dit doen, een van deze twee doen. Ja. En die cetomacrogol is een wat vettigere zalf. De ene vrouw vindt dat prettiger dan de ander. Want die calendula die trekt wat sneller in. Oh ja. Dus het is maar net wat waar iemand de voorkeur aan heeft. Ja, ik vind het vaak wat vetter wel prettiger. Oké, okay, nou maar dan zou ik die cetomacrogol doen. Oké, okay. Volgens mij heb ik die toevallig al thuis. Ja, ja, maar dan is dat gewoon prima. Het mag 1 keer per dag, het mag 3 keer per dag. Daar is niet een speciaal voorschrift voor, echt wat iemand fijn vindt. Ja. Het zit dus vooral lokaal, hè, waar we bestralen, daar zitten de klachten. Ja. Dus het geeft verder geen misselijkheid, diarree of buikpijn, dat allemaal niet. Nee. Het zit echt vooral in die huid. Ja. Maar omdat dat gebied natuurlijk werkt, want ja, dit is natuurlijk echt geopereerd en er zit natuurlijk een vreemd lichaam eigenlijk, hè? Die expanders. Ja. Ja, dat geeft allemaal een reactie, dat wordt daar overheen bestraald. Nou, het is best veel, dus dat kan af en toe, omdat dat gebied werkt, een soort stekende pijn geven. Okay. Ja. Dat kan, een fractie van een seconde is het er en dan ja, is het weer weg. Ja, dat je even een steek krijgt. Ja. Ja. En omdat dit natuurlijk weer nu achter dat hele proces zit, zeggen veel vrouwen, ja, ik heb ook wel vermoeidheid. Ja, van de bestraling. Ja, ja dat maar eigenlijk... de vraag is dus een beetje, is het echt van bestralen? Of is het gewoon alles, het hele traject wat al geweest is natuurlijk, hè? Ja. Die operatie, die narcose, nou de corona. Ja. Het is natuurlijk best veel. Ja. Dus dat kan het allemaal, ik denk meer dat het een samenloop is. Ja. En het is niet een vermoeidheid die de hele dag er is, maar meer wat ineens kan overvallen. Ja. Dus ja, als je 's middags gaat zitten, dat het dan ineens van, nu ben ik echt moe. Die bijwerkingen houden vaak na de bestraling, dus na die 15, na die 3 weken eigenlijk, houdt het vaak nog 1 tot 2 weken aan. Mm-hmm. En dan wordt het weer beter. Oké. Okay. Dus die huid zal herstellen en... Sorry. Ja, zal ik iets pakken? Had je het ook al gehad hoor? Ja. Komt het door de bijwerkingen? Nou, ik vind het gewoon... Het is veel, hè? Ja, ik vind het gewoon zo erg voor de... Ja.
Ik kan het wel aanschetsen. Ja, het is, ja, het is het ook. Ja, het is allemaal zo. Ja. Blijvend ook. Ja. En dat je denkt van... Ja. De operatie is goed gegaan en zo, maar je wilt gewoon dat het inderdaad weggaat en dat het wegblijft. Ja. En dat er allemaal niet klaar is. Je ongemakken van hebt. Ja, ja. Ja. Ja, kijk, sommige vrouwen die zeggen, kijk, dat stukje van die bestraling, dat valt wel mee in vergelijking met de chemotherapie qua klachten, wat je ervan kan krijgen. Maar ja, andere vrouwen zeggen weer, ja, daardoor heb ik het onderschat. Ja. Dus dacht ik van, nou, dat doe ik wel eventjes en dan viel het toch een beetje tegen. Ja. Kijk, het is toch iedere dag hierheen komen. Iedere werkdag. En in principe gaat het heel snel. Dus na een kwartier, 20 minuten staat iedereen, sta je weer buiten. Ja. Vaak duurt het even de bovenkleding uitdoen, goed positioneren, langer dan het echte bestralen. Ja, dat begrijp ik. Want dat is maar een paar minuutjes. Dus het loopt wel altijd heel soepel. En is het goed om tijdens de bestraling oefeningen te blijven doen, zeg maar? Dat je zegt van, dan hou je de spier... Ja. Dus dat is gewoon goed om te doen. Maar we willen liever niet dat de fysio iets doet. Want die masseert vaak ook bijvoorbeeld vocht weg. Ja. En als je vocht weg masseert, dan verandert de toestand weer. Ja. Dus, en dan verandert de vorm en Dat wil je gewoon nog niet. Nee. Want hoe die CT gemaakt is... Zo gaat het gebeuren. Ja. Dus die ligging mag niet veranderen, want anders moeten we een nieuwe CT maken. Ja. Dat is geen man overboord om te doen. Maar dan moeten we een heel nieuw plan. Ja. Dus daarom komt het best wel nauw op aan. Ja. En daarom zitten we dus een beetje met die expanders. Ja. Dan mag daarna echt even niet meer gevuld worden. Nee. Dat is het meer. Snap ik. Ja. Dus, die bijwerking 1 tot 2 weken daarna houdt het nog even aan. En dan gaat het allemaal weer herstellen. Die huid, die roodheid zal verdwijnen van die huid. En dat schilferige zal weggaan, die droogheid. Maar op de lange termijn kan het zijn dus dat er eigenlijk twee grote dingen die kunnen plaatsvinden wat heel langzaam verloopt. Het ene is dat er een beetje kleurverschil kan optreden. Dus dat er, het is echt minimaal tegenwoordig door de verbeterde techniek. Maar toch dat die pigmentcelletjes een beetje naar de oppervlakte komen. En dat proces merk je eigenlijk niet. Nee. Dat zie je ineens, ja. Na een jaar, anderhalf jaar. Ineens valt het dan op. Ja. Okay. En dat zal echt minimaal zijn. Maar goed, het is iets wat je aan kan herinneren. Later nog last van met zon of zo? Ja, het mag voorlopig niet in de zon. Later of zo, dat het dan meer verkleurt of minder sneller verbrandt? Nou, eigenlijk, dat stuk wat bestraald is, dat moet eigenlijk niet in de zon de komende paar jaar. Maar daarna zou ik het altijd insmeren met sunblock. En de reden is omdat toch hoge dosis radioactieve straling is. Wat, ja, die kans is echt heel klein. Maar het verhoogt de kans dat er nieuwe tumoren kunnen ontstaan. Ja, die is ontzettend klein. Maar goed, ja, dat induceert het natuurlijk. Ja. Ja. Dus op het moment dat je het weer laat verbranden. Of weer met zon eroverheen. Dan vergroot je die kans op huidkanker. Ja. Dus het liefst. Kijk, het is natuurlijk nu het begin van het jaar, dus de komende zomer mag het echt niet in de zon. Nee. Dus dan zou ik het echt bedekken. Dus dan is het tot hier of hoger, echt tot hier? Hoger. Want dit is mijn ding is natuurlijk, ja. Dus eigenlijk moet je gewoon een t-shirt aan. Ja, het liefst wel. Het laatste, dat is zeldzaam, dat is die droge hoestklacht. Heb ik daar toen nog wat over verteld? Volgens mij wel. Ja, hè? Ja. Dat zeldzaam is, 3 op de 100 vrouwen ongeveer die dat kunnen krijgen. Na vaak 6 tot 8 maanden zou dat kunnen optreden. Maar het hoeft dus echt niet, hè? Nee. Het is echt zeldzaam. En wat er dan gebeurt is dat omdat dit dan geprikkeld is, dat vliesje van die long, geeft dat als reactie een soort droge hoestklacht. Ja. Wat je heel goed kan behandelen, kortdurend met prednison. Ja, prednison is natuurlijk geen prettig middel. Nee, maar het is maar voor heel kortdurend nodig en het is heel effectief. Want dan verhelp je het weer. Oh, dat is dus het is niet iets om zorgen om te maken. Het is ook niet iets wat blijvend hoeft te zijn. Nee. Maar je moet het wel even behandelen. Ja, je moet er wel wat mee. Ja. Okay. Dus eigenlijk noemen we dit een steriele longontsteking. Niet veroorzaakt door een bacterie of een virus. Ja. Oké. Okay. Ik vroeg me af, mag je tijdens de bestralen gewoon deo en zo gebruiken?
Ja, maar ik zou een rodder denk ik gebruiken. Oké. Want dat irriteert die huid wat minder dan die spuitbussen. Ja. En hetzelfde geldt een beetje voor scheren. Ja. Van die oksel. Ja, als die huid geïrriteerd is, dan zou ik niet scheren. Nee. Dat is wel een beetje... Kun je niet gelijk een ontharingslezer zetten? Ja, kan je niet wegleveren gelijk. Ja, en blijf niet altijd weg hoor, de haargroei. Want soms zeggen vrouwen wel eens, ja, komt er dan geen haargroei meer na het bestralen. Ja. Ja. Maar dat blijft niet weg. Zo dat komt gewoon niet weer terug dan. Ja. Hardnekkig. Ja. En liever zonder alcohol erin? Ja, zonder alcohol. Ja, dat irriteert veel te veel. Okay. Ik zou ook die huid niet te veel gaan boenen met douchen. Nee. Er hoeft echt geen zeep op. Maar als er gewoon shampoo langs gaat, prima. Ja. Maar niet boenen en lekker met rust laten. Ja. Het liefst niet in bad, zwemmen of sauna. Het heeft allemaal met die verweking van die huid te maken. Douches prima. Maar dus ook niet meer een bad? Nee, zou ik niet doen. Okay. Niet tijdens het bestralen. Nee, precies. Kijk, in het begin is er natuurlijk nog niet zoveel aan die huid te zien, hè? Nee. Want dat is echt het opbouwende effect. Dus zolang er geen irritatie van die huid is, mag het. Ja. Maar ja, ik zeg eigenlijk altijd, omdat het gewoon makkelijker is om te onthouden voor mensen, doe maar niet tijdens. Okay. We zijn weer thuis. We konden niet meer opnemen. Ik weet niet, had jij nog iets opgenomen? Wat? Nou, dat het ziekenhuis uitliep en zo, want het kaartje was volgens mij vol. Ik heb het kaartje wel voor de zekerheid leeggemaakt. Ja, top. Nou, we zijn thuis. Het bed ligt klaar voor mijn ouders. Want we zijn uitgenodigd bij tante Jen, daar gaan we zo naartoe. En oma die heeft een cadeautje voor Jessie. Nou zeg. Kleinigheidje. Wat zit er al in? Wat zit er in? Wat zit er in? Oh! En weg ermee. Wat is het, Jessie? Heb je het al gezien? Een goed setje. Dus openmaken. Want jij doet straks geen pepper meer aan, hè? Als het goed is van de zomer. Nou, als het goed is, ja. En zolang die niks aan heeft, is het goed. Maar zodra die een broekje aan heeft, dan. Dat is leuk. Van Woezel en Pip. En leg je een nachtdoosje. Oh, die is echt leuk. Die legt een nachtdoosje. Wat zijn dat dan? Weet je wat het is? Pannenkoeken. We zijn de tafel. Zo, we zijn in het prachtige huis van mijn oudste zus en zwagert. En het lijkt wel een professionele keuken hier zo. Hoezo lijkt? Ja, hoezo lijkt? Ja, sorry, excusez-moi. Het is hier gewoon een professionele keuken. Alle kinderen hier op de eerste partijen. Daar niks te zeggen. Zo. Geweldig. Het ruikt allemaal goed. En kijk je kieten. Ja, laat dadelijk nog even een pizza. Ja, oké. Ah, spectaculair, was er weer voorbij. Nothing really matters. If you're not mine, right here, right now. And even if the world ends, so we zien er ook goed uit. Fine, no fear, no doubt. Ze er gewoon doorheen? I know a place that sneak away. Leave the pain, I'll stay with you. Let me hold you, close your eyes. We'll be reaching paradise. I don't even really know your name.
Ja. Die heb ik toen voor mezelf gekocht. Oh ja? Ja, en sindsdien is er natuurlijk nooit meer wat gebeurd. Nee, dus ik ga ervan uit dat hij jou nu ook geluk gaat brengen. Ja. Oh, die is van jou geweest? Ja. Oh. Iedereen heeft deze ook heel veel jaren erbij. Ja, daarom. Zeker weten. Heel graag. Heel nee, het moet altijd voor haar zijn. Dat kost ook een heleboel energie. Dus ik denk, ja, ik dacht, ik geef je een kookboek, maar ja, dat doe ik niet zo. Dus ik dacht, ik geef je dit. En op het moment dat alles gewoon weer een beetje tranquiler is, dan gaan we hem openmaken en dan gaan we hem samen vernietigen. Sonaat maken. Ja. Disconnect, disconnect. Kijk ik zo meteen uit. Oh ja, dat moet ik. Nee, stil jou! Nieuwe. Zo. Oh. Fancy. Oh, dat is kicken. Nou, als alles nou een keertje weer voorbij is, je zit straks lekker in die mouse. En het zonnetje schijnt, of weet ik wat, kunnen we gewoon lekker zitten. Kunnen jullie hem samen ook nog blijven? Ja, dankjewel. Jij bent het. Oké, ik ben het. Ja. 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, helemaal top. Mooi. Hij moet gewoon heel mooi. 20 minuten in het vuur liggen. Ja, nou, heel erg leuk. Wat top dit. Volgend jaar weer. Is die leeg? I just wanna see